3500 huishoudens van energie voorzien, een waterzuivering die energie-neutraal draait en 500 vrachtwagens minder slip afvoeren op jaarbasis, de energiefabriek in een notendop. Een aantal jaren geleden is vastgesteld dat de zuiveringen in Hengelo en Enschede aan vernieuwing toe waren. Toen is besloten om niet voor de traditionele manier te kiezen, maar met een innovatieve manier hier het slip centraal in Hengelo te gaan verwerken. Innovatief door het slip voor te behandelen, waardoor er veel meer energie opgewekt kan worden en alles centraal hier verwerkt kan worden. De energiefabriek is gebaseerd op business case. En die business case heeft een pijler op duurzaamheidsvlak en op euro's, besparingen. De duurzaamheidsbijdrage wordt geleverd door de hoeveelheid energie die we op het net leveren en een zuivering die energie-neutraal draait. Maar het gaat hand in hand met besparingen in euro's, omdat we 500 vrachtwagens minder afvoeren aan slip en daar zit een significante besparing in. De energiefabriek is hier in Hengelo in twee bouwfasen wordt die gerealiseerd. De eerste bouwfase hebben we de TDH, de snelkookpan, als eerste hier neergezet en succesvol in bedrijf genomen. Nu is de tweede bouwfase erop gebaseerd dat we de logistiek gaan vergroten. Dus dat we al het slip hier uit het werkgebied van Vechtstromen kunnen gaan verwerken. Dat is de essentie eigenlijk van de tweede bouwfase en die is nu nagenoeg gereed. Het bouwproces hier in Hengelo bestaat uit 5 onderdelen en die worden nu op dit moment in bedrijf gesteld. Ja, we zijn hier bij het primaire slipgemaal wat nieuw gebouwd is. Alle poep, primaire slip, komt hier uiteindelijk terecht van alle zuiveringen. Kijk, hier hebben we 3 prachtige mooie pompen staan die uiteindelijk het primaire slip via de strainpersen naar de gistingtank pompen. Nou, dit is wel even mooi om te zien. Dit zijn de vrachtwagens die dus het slip van andere zuiveringen op de zuivering Hengelo brengen, waarna het verwerkt wordt. Nou, hier hebben we de tweede voorontwateringsmachine. Deze is nog niet in bedrijf, wordt na de bouwvak in bedrijf gesteld. Die dient als een backup voor als de andere in storing valt. Hier hebben we de indexcentrifuge. Aan de voorkant komt het dunne slip erin van alle zuiveringen. Dat gaat door de machine heen. En hier uiteindelijk komt het in als een dikke koekmassa, wat uiteindelijk naar de TDH-installatie gaat. Ja, hij zit nu nog onder stof, maar straks als hij operationeel is, is het gewoon een paradepaadje van het waterschap. Het geproduceerde biogas vanuit de gistingtanks komt uiteindelijk hier terecht op het WGK-plein. Wij noemen dat ook wel het energieplein. De grote gashouder, daar komt alle biogas terecht. Dan gaat het uiteindelijk door de gasreinigingssilo en van de gasreinigingssilo's gaat het naar de 3 WGK-installaties. De grote WGK-installatie, 1200 kilowatt, momenteel in bedrijf. De overige 2 die komen eind augustus in bedrijf. Nou, hier zijn we bij de WGK-installatie. Een hele grote gasmotor, maar liefst 16 cilinders, 8 aan deze kant en 8 aan de andere kant. Die gasmotor die draait en die draait in dynamo aan. Ja, en in vollast dan kan deze machine 1200 kilowatt per uur vermogen opwekken. Ja, we gaan nu naar de schakelkast, 1500. Ja, let niet op de troep. In oktober is alles weer spik en span als alles operationeel is. En die deur zit dicht. Ja, gelukkig, deze deur is wel open. Hier zijn we in de schakelruimte, de K1500. De K1500, die komen straks allemaal van deze kasten in te staan. En die dat uiteindelijk het hele energieplein aansturen. Hier zijn we bij het eindopwateringsgebouw. Een onderdeel van het eindopwateringsgebouw dat is de PE-installatie. Een PE-installatie hebben we nodig om het slip te kunnen ontwateren. Vanaf deze installatie gaat het naar de centrifuge toe. Je kunt hier al mooi zien dat er al deze installatie gedeeltelijk in bedrijf is. En deze installatie is in bedrijf. Zo, nu ben ik beter verstaanbaar. We hebben er 1 operationeel. We hebben 2 van deze machines.
Als de ene machine stopt, dan hebben we altijd een reserve, dan kan deze opstarten. Het slip vanuit de gistingtanks komt in deze machine. De PE-installatie, wat ik net uitgelegd heb, komt door deze zwarte buis. Wordt samen vermengd in deze machine. Hij draait heel hard rond, dus een centrifuge. Die centrifuge, het slip gaat door naar achteren toe. Het valt droge slip van een 30% droge stof valt in de stortkoker. En van de stortkoker zijn de transportschroeven. En die schroeven het helemaal boven naar de silo. Vanuit de indexcentrifuges komt het slip in de transportschroeven. Wordt het helemaal naar boven getransporteerd door die twee buizen. Er zit een schroef in en die schroeft het naar boven toe, het slip. Dan stort het in die twee zwarte tanks, dat zijn de slipkoeksilo's. Als die slipkoeksilo's bijna vol zijn, dan komt er een grote vrachtwagen en die transporteert het naar de slipverbranding. We zijn hier in de schakelruimte van de eindontwatering. Hier worden alle machineonderdelen aangestuurd. Je kunt al goed zien dat één installatieonderdeel in bedrijf is. Momenteel verwerken wij 19,8 kub per uur slip. Zoals je ziet hebben we alles dubbel uitgevoerd om het proces niet in gevaar te laten komen. De energiefabriek zal eind van dit jaar helemaal gereed zijn. Komt erop neer dat we nu hier in Hengelo aan het in bedrijf stellen zijn. Het proces gaat goed, we hebben nog een aantal stappen te zetten. We zullen dan in september, oktober in Hengelo als laatste het WKK-plein in bedrijf nemen. En als sluitstuk hebben we dan in Enschede de verbouwing die afgerond moet worden, hè, om ervoor te zorgen dat we de logistiek in Enschede zo kunnen inrichten dat het slip uit Enschede hier in Hengelo verwerkt kan worden. Dat is de laatste activiteit en die zal eind van dit jaar gereed zijn.